Aristophania, een nieuwe strip in 4 delen. En als je die cover zo ziet, dat doet toch wel ergens aan denken. Hè? Oh ja, natuurlijk, naar Mary Poppins. Ja, laten we eerlijk zijn, er is natuurlijk wel enige gelijkenis hierin. Maar qua verhaal is het natuurlijk helemaal wat anders. Hè? Mary Poppins, dat is die vrolijke Disney-film over die gouvernante die voor een paar kinderen gaat zorgen. Ja, wacht eventjes, dat idee, dat zit hier ook in. Gaan we nou een soort rip-off hebben? Hebben ze gewoon een remake gemaakt van Mary Poppins? De heren Dorison en Parnotte? Nee, gelukkig niet. Nee, verre van dat. Maar er zit wel een tikje magie in. Nou ja, een behoorlijk tikje magie in. En ook de eerste bladzijde van dit album begint ook meteen met Er was eens. Ja, zo beginnen sprookjes in een prachtig kasteel of een gezellig hutje diep in de woud. Maar nu komt even de realiteitszin. Maar dit is Marseille in het jaar 1900. En deze arme drommels geloven al lang niet meer in goede feeën met toverstokjes. Nou, we worden meteen even uit de droom geholpen. Dit is geen sprookje. En toch eigenlijk wel een beetje. Maar dan moet je dit boek wel even voor gaan lezen. Maar het begint eigenlijk vrij triest en troosteloos, zoals je kan zien. In een arbeiderswijk in Marseille, waar mensen in een staalfabriek werken, geen prettig leven hebben. Totdat er in één keer een vreemde dame opduikt voor één van die mannen die daar werken. En daar blijkt iets mee te zijn. Nou, heel lang kunnen we er niet van genieten. Want het gaat eigenlijk al, ik zal niet te veel laten zien, het gaat meteen al goed mis. Er duikt meteen alweer een van de mysterieuze figuur op met machten die niet echt passen bij een gewoon sterfelijk mens. Nou, daar begint al meteen dat stukje magie even. Nou, long story short, is misschien een klein beetje een spoiler, maar de man waar het om gaat, na 5 pagina's is die man er niet meer. Laten we daar even op houden. Alleen, die man heeft wel een gezin. Alleen het lastige is even, die man die had een geheim. En dat geheim heeft hij ook voor zijn vrouw en kinderen bewaard. Alleen nu worden zij daar toch mee geconfronteerd door deze dame, want die heeft een bepaalde band met die man. En zij wil uiteindelijk proberen te helpen. Die vrouw die wil dat aanvankelijk niet. Zij wil de zorg voor die kinderen op zich nemen. Want de mensen die haar man vermoord hebben, die zouden ook nog wel eens achter die kinderen aan kunnen gaan. Dus zij wil die kinderen veiligstellen. Nou, wat dat betreft, het is... Het eerste deel van het verhaal is vrij grijs, grauw, regenachtig, troosteloos, niet echt heel erg vrolijk. Gelukkig komt er wel een keerpunt in het verhaal, waarbij die kinderen dus inderdaad meegenomen worden door die oudere dame naar een plek waar ze gewoon veilig zijn en waar ze gewoon in alle rust groot kunnen worden. Maar goed, kinderen zijn kinderen en die laten zich niet zomaar op een plek neerzetten en zeggen van, er wordt op een gegeven moment gezegd, je mag overal komen, maar je mag alleen daar niet komen. Een bepaald kasteel, daar mochten ze niet komen. Ja, wat gaan kinderen doen? Zeker als dat gezegd wordt, die gaan naar dat kasteel toe. Dat is natuurlijk niet echt heel verrassend dat ze dat doen. Maar daarnaast speelt er nog even een ander stukje. De oudste van die kinderen, die weet wat er met zijn vader gebeurd is en die weet wie dat gedaan heeft en die zint op wraak. En dat compliceert dat verhaal natuurlijk ook weer een klein beetje. En op dat punt heb ik zoiets van, ik ben nog niet super enthousiast over dit boek. Maar ik moet zeggen, het verhaal zit wel goed in elkaar. Het wordt wel mooi geschreven, want de nieuwsgierigheid van die kinderen, wat voor gevolgen die nieuwsgierigheid heeft, die wens voor wraak van die oudste zoon, wat voor gevolgen dat heeft, dat wordt allemaal heel erg goed geschreven. Maar goed, het scenario is van Xavier Dorison. Ik heb een aantal andere reeksen van die man gelezen, die ik ook heel erg goed geschreven vond. Dus wat dat betreft had ik zoiets van, het feit dat hij het scenario schrijft, dat is voor mij al wel een reden om dit boek zeker te willen lezen. De tekeningen van Parnotte zijn ook wel heel erg mooi. Hij weet heel goed die troosteloze sfeer weer te geven, maar op het punt dat dat dan beter gaat, dan weet hij dat die toch wel weer wat vrolijker en wat luchtiger in te brengen. Dus alles bij elkaar zeg ik wel van, ik ben nieuwsgierig genoeg geworden om zeker het tweede deel te willen gaan lezen. Want ik ben wel benieuwd, want het eindigt natuurlijk wel met een leuke cliffhanger. Ik ben wel benieuwd, hoe gaat dit verhaal verder? Maar
Ja, wat dat betreft zeg ik, ben je een fan van Dorison en het tekenwerk wat je gezien hebt spreekt je aan. Dan zou ik zeker zeggen, ga naar de stripwinkel en ga hem halen. Want het is absoluut een heel mooi boek geworden wat lekker leest en wat je zeker nieuwsgierig maakt. Dus ik ben natuurlijk ook benieuwd, hebben jullie hem gelezen of op basis hiervan ga je hem lezen? Nou, laat het weten in de comments, maar vooral wat je ervan vindt, daar ben ik wel benieuwd naar. Goed, ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier met Aristophana. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.